allemaal. Leuk dat je weer kijkt slash luistert. Nou, ga maar kijken. Ik vind het helemaal niet leuk dat je weer kijkt. Ik vind jou helemaal niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Ik vind het fantastisch. Het is hier fantastisch. Ja. Geef alvast een duimpje omhoog als je deze video op YouTube kijkt. En laat aan het einde van de podcast op een andere streamingsdienst even een goede review achter. Ja. Want dat vinden we leuk. Dat vinden we leuk. En druk ook even op abonneren en op het belletje als je dat nog niet hebt gedaan. Zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe video's. Ga maar kijken. Is de enige podcast die wordt opgenomen in een auto terwijl jij en ik onderweg zijn. Ja, naar... is dat zo? Ja, terwijl wij onderweg zijn naar een programma wat we gaan opnemen. Lekker, man. Terwijl wij praten over programma's, YouTube-kanalen, YouTube-programma's. Eigenlijk alles waar je naar kan kijken, waar iedereen naar kijkt. En we gaan beginnen. We gaan het nu hebben over... Gras. We gaan het hebben over gras. Nee, we gaan het hebben over... Ik geloof in mij. Van André Hazes. Van André, houd toch je bek. Mochten de mensen willen. Ja, nee. Gaan we het niet over André Hazes. Nee, we gaan het hebben over René LeBlanc. Ja. En iedereen die meedoet aan dat programma. En alle minder interessante mensen van dat programma. Precies. Een korte introductie. Ik geloof in mij is geloof sinds... Ja, voor mijn 2 of 3 jaar nu op de televisie. Ik denk 2 jaar. Ja, in dat programma worden een aantal Nederlandse volkszangers gevolgd in hun weg naar het succes dat ze graag willen. Dat ze vinden dat ze ook verdienen. Dat ze vooral vinden dat ze zelf verdienen. Allemaal markante figuren die meedoen aan het programma. Dat is ook een woord weer, hè? Dat is ook weer Komt een het woord. Weer markant. De markantmeter moeten we introduceren. Nou ja, er is 1 persoon in dit programma die een markantmeter van 8 heeft. En dat is René LeBlanc. Een aantal personen in het programma die springen er het meeste uit. René LeBlanc, de man die vooral vindt dat hij het verdient. Dan heb je nog de volkszanger Rutger, waar iedereen ook van vindt dat hij het verdient. Maar hij vooral ook zelf. Maar ergens dan nog wel op een soort aandoenlijke manier, zeg maar. Nee. En dan heb je 2 mannen die helemaal geen zangers zijn, maar ook maar in het programma zijn gerold. Dat zijn Ron en Saïd. De cameraman en de cameraassistent die videoclips maakt voor de verschillende artiesten die meedoen in het programma. En dan heb je nog Wally, want waarom ook niet? Waarom ook niet? En dan heb je nog andere namen, zoals Gio en nog een paar. Dario heb je geloof ik ook nog. Maar daar gaan we denk ik niet zoveel over hebben, want eerlijk gezegd, iedereen kijkt voornamelijk voor René LeBlanc, Rutger en Rob en Saïd. Vooral René. Vooral René. Zullen we maar beginnen met René? Ja, ja. Ja. Ik denk dat het daar de hele tijd over gaat. Ik weet zeker dat hij ook kijkt en luistert. Ik weet zeker, omdat hij zoekt op alles waarschijnlijk waar zijn naam bij staat. Dat weet ik zeker. Maar het leuke is, je ziet wel in dit programma, zie je wel echt de groei van die mensen naar het succes dat ze graag willen. Ja. Maar met name René LeBlanc. Ja, want ja. Als je dan kijkt, die man die vond aan het begin van die hele reeks, vond hij al dat hij Tom Jones was. Zeker, zeker. Weet je wel, hij voelde zich al meteen Tom Jones. Engelbert Humperdinck. Elvis Presley, het kan niet misselijk genoeg. Terwijl nee, ja, hij als je gewoon even een rijtje noemt van de grote artiesten, weet je wel, dan staat er Nederland. Daar staat hij dan gewoon boven, zeg maar. Boven, ja. Ja, de toppers, daar staat hij boven. Die heeft hij geïnspireerd. Ja, weet je wel. En, maar hij doet het door wel op een manier dat hij niet zo... Weet je, wat, met een programma als Ik geloof in mij heb je toch al gauw het randje dat het uitlachtelevisie wordt. Ja. Maar om een of andere reden heb je dat hierbij dan weer niet. Het is nog wel een beetje op een soort respectvolle manier naar de deelnemers toe gemaakt. Ja, vind ja, ik. Maar ook... Nou, ik denk dat het gewoon... Dat je die... de mensen niet echt kan uitlachen, omdat ze gewoon, vooral René dan, bijvoorbeeld gewoon nog helemaal vol in geloof. Dus ja, hij brengt dat geloof op jou en mij over. Ja, jij gaat het ook geloven, hoe jij langer gaat het door hem ook kijkt. Geloven, weet je wel. Ja, ik denk ook dat hij je... in de toppers had moeten zitten. Maar het mooie is wel, als je inderdaad hem volgt naar dingen toe en luistert naar de dingen die hij zegt, en dat je dan ook zijn vrouw dan ook ziet en hoort. Ja, die vrouw, dat is de grootste fan, hè? Ja, dan denk je op een gegeven moment, nou, dan moet hij wel heel goed zijn. En dan zie je vervolgens een shot van René LeBlanc, die staat te zingen
Tell me why. Weet je, dat gaat niet zo heel lang voor allemaal ouderen in een bejaardentehuis. Ja, in dat bejaardentehuis. Oh, maar die vinden het ook helemaal niet leuk. Nee, dat was nog het erger. Dan zie je van die, zo van die vervelende oude vrouwen van in de 70. Oh, dan gaat die man nog zingen. Die staan te slapen. Die liggen te slapen. Die liggen te slapen. Of er wordt er net even uitgelegd dat zo'n vrouw René LeBlanche zegt. Ja, ja, ja. Of dan wordt die inderdaad aangekondigd. Hier is René LeBlanche. En dan zie je hem al kijken. Ja, jij zegt het verkeerd, hè? Ja. Maar dan kan hij daar niks meer van zeggen, want dan moet hij op, hè? Ja, nou, hij gaat gewoon. Hij is een professional. Hij is een professional. Ja, ja. Weet je, en dan... maar hij zegt het ook echt op zo'n... Maar je gelooft ook echt... Ik heb ook het idee dat er weinig nep is aan dat programma. Eerlijk gezegd. Ja, want ik geloof dat René LeBlanc echt buiten de camera ook zo praat over zichzelf. Dat weet ik wel zeker. Ja. Maar dat kun je niet acteren. Nee. Je kunt niet zo'n personage opzetten. Nee, maar ook als je die man in talkshows vervolgens ziet, dan praat hij ook net zo. Ja, hij is zo. Ja, hij is gewoon zo. En nou ja, goed, dan heb je natuurlijk nog de andere personages, bijvoorbeeld Rutger. Nou ja, die dan woont bij, die woont bij zijn opa en oma op een... Of nou, hij woont in de buurt van zijn opa en oma op een vakantiepark. Woont hij. Ja. Nou, maar hij praat dan ook al een beetje zo... Weet je, dan zegt hij bijvoorbeeld dingen als van... ja, maar ik ga ook gewoon naar de wc, net als iedereen. Alsof mensen denken dat het niet zo is, alsof zeg maar. Alsof mensen denken dat Gordon niet naar de wc gaat. Ja, maar het leuke is wel van Ik Geloof in Mij. Het was natuurlijk eerst gewoon zo'n programmaatje dat werd uitgezonden op de lokale omroep Gelderland. Ja. Waar René LeBlanc natuurlijk ook al in zat. En als je dan... terugkijkt naar die afleveringen van toen, dan wordt het nog treuriger. Ja. Vooral met René LeBlanc. Weet je, dan staat hij in een supermarkt. Ja. Over de blaadjes. Dan zit hij in die blaadjes zitten te kijken. Ja. En dan zegt hij, ja, er valt weinig te roddelen vandaag. Niet ja, over hem zichzelf, natuurlijk. Daar gaat het om. Er staat van alles in. Ja, ja, ja. Of dat hij dan, dat vind ik zo mooi. Dan loopt hij op een gegeven moment naar zo'n koelkast toe. En daar staat dan zo'n vrouw rustig boodschappen te doen. En dan zegt hij, dan wil hij erbij. Maar in plaats van dat hij dan vraagt, oh, ik wil er langs, zegt hij tegen die vrouw, ik kom op tv. Ja, dan ja, maar dat is toch erg. Dan ben jij dus belangrijker dan zij. Dus ik kom op tv. Ja. Dat is hoe hij zegt. Hoe hij zegt, ik wil erbij. Ja, zo schouwt het leven gewoon zo. Ja, ja, nee, precies. En, maar ik weet ook zeker, als hij deze podcast luistert, dat hij alleen maar de goede dingen hoort. Ja, natuurlijk. Dat hij alleen maar hoort hoe goed we hem vinden. En dan hoort hij zo'n zinnetje en denkt hij van ja, fantastisch. Ja, natuurlijk. Fantastisch. Maar jij hebt natuurlijk even wat research gedaan. Wat heb jij allemaal... Wat vind jij van het programma Ik Geloof in Mij? Ja, ik vind het wel... Ik vind het dat... Maar dat is dus weer... We hebben het in andere podcasts ook wel eens gezegd. Dat dit is waar SBS voor moet gaan. Ja. Zeg maar. Want ook René LeBlanc, ook al wil hij het niet toegeven, is eigenlijk een hele normale man met een droom. Ja. Hij is een hele normale man met een droom. Al die in zijn woning, weet je wel. In zijn gewone huis, met zijn gewone vrouw. En hij wil gewoon doorbreken, ja. Ja, en dat levert gewoon mooie televisie op, want hij gelooft al zelf dat hij er wel al is. Ja. Dat hij het wel is, dat hij het ook verdient. Ergens zie je ook, dat vind ik ook mooi, je ziet ook dat het hem irriteert, dat het nu het publiek heeft opgeleverd wat hij al verdient in zijn ogen. Ja, hij had dat al jaren geleden moeten hebben. Ja, weet je wel, van ja, gewoon simpelweg omdat hij het gewoon verdient, zegt hij dan. Ja. Ja, dat, ja, inderdaad. Dat zegt hij. Ja, dat vind ik dan zo mooi. Dan heb je inderdaad van die tussenstukjes. En dan zegt hij op een gegeven moment gewoon inderdaad van... maar weet je... Ik bereik nu eindelijk... kom ik een beetje op dat succes. Waar ik al die jaren zo hard voor gewerkt. Ja, dat wil ik ook graag. Ja, waarom? Ja, omdat ik dat verdien. Ja, omdat ik dat verdien. Gewoon dat zegt hij gewoon. Ja, gewoon maar, omdat ik dat verdien. Hij praat ook vaak in de derde persoon, hè? Ja, dan zegt hij ja. Of dan zegt hij ja, ja.
Want René Leblanc, dit dat, dat en... Is, dat, ja, René Leblanc is gewoon een jongen, weet je, een volksjongen. Een dijk van de stem. Ja, dat vind ik dan ook zo mooi. Dat op een gegeven moment dan hoor je hem zeggen van... mensen vragen wel eens aan mij. Ja, heb jij zangles gehad? En dan, nee, dat heb ik niet gehad. Ik had deze mooie stem al. En dan zie je vervolgens een shot van een uithaal. Dat het helemaal misgaat. Weet je wel? En dat vind ik zo mooi aan het programma. Ze laten eerst de mensen zichzelf de hemel in prijzen. En vervolgens zie je een shot... waarom dat niet zo is. Ja, maar ze zijn wel eerlijk. Ja. Het is geen uitlach tv, maar ze laten wel gewoon het contrast zien tussen zo'n moment en wat hij allemaal zegt en wat er dan gebeurt. Ja, precies. En dat zie je met die Rutger, zie je dat ook. Maar wat ik dan wel leuk vind in het programma is dat ze Rutger ook een beetje portretteren als iemand die het ook gunt. Weet je wel? Ja. Die, hij gelooft ook heel erg in zichzelf. En hij vindt natuurlijk ook dat hij dat moet krijgen. Maar je gunt het hem ook. Ja. Weet je wel, je kijkt, ergens gun je het René Leblanc ook een beetje. Een beetje, maar ook niet wil. Maar wil je die man overal op tv zien de hele tijd? Nee. Nee, niet per se. Weet je wel, dat je hier niks zit te kijken of zo. Ja, maar dan zat hij rijden. Al. Ja, hij zat er al, ja. Omdat hij het verdient. Omdat hij het verdient, vindt hij zelf. Ja, ja. Oh, ja, ja, hij heeft eindelijk het succes. Ja, ja. Oh, dat is ook leuk. Maar ze laten dan natuurlijk zijn weg naar de top zien. Ja. Maar ze laten hem ook zien hoe die in zijn huis is. Met die vrouw, weet je wel, die dan hem eindeloos volgt en net en dingen voor hem pakt en doet en altijd meegaat. Ja, die maar doet dan, alles. Dan gaat hij eventjes een spelletje spelen. Eventjes Flight Simulator doen. Laat hij even zien hoe hij dat doet. Weet je hoe trots hij daarop is. Ja, en wat ik dan mooi vind, dan zit hij daar inderdaad achter en dan laten ze zo'n een beetje close-up van hem. Ja. Terwijl hij vet blij achter die computer. Zo'n grijns van hier in Tokio. Die man heeft sowieso altijd een grijns. Maar dat is dan wel, hij vindt dat hij zo goed, dat hij zo'n goede piloot is. Dat hij gewoon wegloopt. Dat hij gewoon even boodschappjes kan doen. Dat doet hij, dan zet hij van ja, nu kan ik wel even andere dingen doen. Weet je, als nog urenlang vliegen, dus dat hou ik wel hoog. Ja, in de zomervakantie dan vliegt hij gewoon naar Alicante. Doet hij gewoon, dan gaat hij even boodschappjes doen. Ja, ja. Je ziet het wel weer als hij terugkomt. Ja, precies. Nou, dat is inderdaad wat hij doet. Ja. Ah, ja, en wat ik leuk vind, Ron en Saïd, die zijn eigenlijk een beetje het programma ingerold. Ik heb het idee dat zij... met name in het eerste seizoen wat meer bijfiguren waren van een van de andere deelnemers in het programma. Ja. Van Wally, om die clip op te nemen. Over Wally gesproken, wat ik nog steeds een meestelijke opmerking van Saïd vond, was dat hij op een gegeven moment zei, waar is Wally? En dat hij daarna erop achter zei, ja, dat is een vraag die ik me al mijn hele leven stel. Die heeft ook van die meesterlijke uitspraken. Nee. Maar ja, zij begonnen eigenlijk gewoon als de clipmakers van Wally. Maar omdat heel duidelijk naar voren kwam dat zij heel leuk op elkaar ingespeeld zijn, hebben zij in het laatste seizoen hun maar de prominente rol gegeven. Want laten we eerlijk zijn, in het laatste seizoen waarin ze naar Spanje gaan, zijn hun wel het programma. Ook omdat René Leblanc de grote afwezige is in dat seizoen. Waarom is hij afwezig? Ja, omdat hij die tournees in Nederland had natuurlijk. Tournees? Ja, natuurlijk. Ja, zo'n belangrijke man. Ja, en dan komt hij niet meer in het programma. Maar hij had ook nare dingen gezegd over de andere deelnemers. Hè? Ja. Ja, die vonden hem niet meer leuk. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, en dan ook als je bijvoorbeeld kijkt naar dat ze in de Ziggo Dome gingen optreden voor 30 man. In de Ziggo Dome. Hadden ze ook georganiseerd. Ja. En dan zie je al die artiesten, die zie je daar dan zo, Ze gaan er zitten van, dit is echt het moment, weet je wel. Dit is het moment voor 30 man optreden in de Ziggo Dome. Met die serieuze mensen van de Ziggo Dome praten. Ja, weet je, dit is wat ik al jaren verdien natuurlijk. Ja, en dan heb je een van die deelnemers. Ja. Ik ben zijn naam even kwijt. Ja, dat boeit je verder niet. Maar die gaat dan helemaal stoer lopen. Helemaal moeilijk doen. Ja, hij vroeg, krijgen we wel kleding hier? Krijgen we wel lekkere garderobe? Ja,
Ja, ik vind het gewoon, weet je, als je ze zo gaat doen, ja, dan vind ik wel logisch dat er gewoon kleren bij zit. En die, dat maar gewoon geregeld moest worden. Ja, en die man die zei nog van, ja, René Vroeger die pakt ook gewoon zijn eigen kleren. Ja, die heeft gewoon, dat is zijn verantwoordelijkheid, niet die van de Ziggo Dome. Ja, en toen zei hij nog dingen als als ik ergens kom, dan is dat allemaal geregeld. Ja, weet ik. Ik denk, ja, je staat in de Ziggo Dome, man. Ja, ja. Kijk wel even. Staat niet op de braderie in Leuven. Nee, en toen zei die man van de Ziggo Dome, die zei nog van, ja, je moet wel onthouden waar je vandaan komt, hè. Ja, en dat vond ik dan inderdaad wel raar. Maar wat ik dan wel mooi vond, was dat hij op een gegeven moment die man een hand wilde geven. Dat hij zijn hand nog ingespreid had met van die desinfectiezeep. Ja. En dat die man hem geen hand wilde geven. Dat die man zei, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Wat ik terecht vond. Ja. Maar ja, weet je, het is gewoon een mooi programma. En ik denk als SBS6 wat meer dit soort programma's maakt, dat zij ook wat beter gaan. Zeker, ja, weet gewoon wat je doelgroep is. Ja. Dit programma, de Rijdende Rechter, of nou ja, Frank Visser dan. Al dat soort formats, dat werkt voor SBS wel. Gewoon de simpele mensen, daarom werkt Hart van Nederland ook. Ja, precies. De Vries misdaadverslaggever. Dus dat zegt dat vroeger goed liep. Dat soort dingen moet je dus ook blijven doen. Ja. Maar wat vind jij nou het leukste moment uit Ik Geloof in Mij? Ja, ik weet nog dat billboard. Dat is snelweg. Weet je, dat onthulling van dat billboard dat hij al jaren verdient natuurlijk. Krijg je dat dan ook echt maar een uurtje of zo aan de A9 staat. Ja, niet langer. Niet langer. En dan gaan ze dan naartoe voor zo'n om echt een grote onthulling te doen. En het wijntje erbij. En officieel momentje. Ja, dat vond hij mooi, hè? Ja, dat vond ik wel. Dan zag hij zijn eigen kop zo groot. Ja, ja. En dat hij nog zei, kijk dat vliegtuig, die draait nog een rondje erheen. Ja, joh, want die doen dat. En dat hij zei, ja, de hele A9 die slipt vast. Ja, godsamme. Maar ik denk dat hij dat ook echt ziet. Ja, natuurlijk. Hij ziet die A9 gewoon vastlopen door dat zo door zijn mooie in zijn billboard. Hoofd. Ja, dat komt daardoor. Ik denk van, dat, ik zit even te denken wat ik het mooiste vind. Wat vond jij het mooiste? Nou, ik denk eigenlijk, was in het eerste seizoen vond ik eigenlijk ook wel het leukst. In het eerste seizoen toen wilde hij zijn single uitgereikt krijgen. En dat wilde hij uitgereikt krijgen? Ja, hij wilde dat zijn single die hij had van If I Tell You. That I Love You. Ja, die moest uitgereikt worden. Forever You'll Be Mine. Ja, ga nog maar even. Jij klinkt net zo mooi als René de Blanc. Ik kan net zo goed zingen als René de Blanc. Dat kan je zeker. If I... ja. Maar hij ging toen regelen. Dat ging niet regelen. Ja, hij vond dat die single uitgereikt moest krijgen. Dus wat deed hij nou? Hij ging mensen als René Vroeger proberen te bellen. Tuurlijk. Gordon. Oh, weet je wel, die gingen die allemaal gewoon proberen te bellen om het uitgereikt aan hem te krijgen. Alsof die gewoon maar komen om iets aan hem uit te reiken. Ja, tijd maakt niet uit. Ja, en toen heeft hij uiteindelijk maar Ronnie Tober gefixt. Ronnie Tober. Ja, en toen vervolgens zag je een shot dat hij op het podium gezondheid. Dat hij op dat podium stond. En dat hij helemaal verrast deed, alsof hij niet had verwacht dat dat op dat podium tuurlijk zou gebeuren. Terwijl hij zelf Ronnie Tober gebeld heeft. Ik heb ze weer voor besproken. Ja, hij moet wel een beetje verrast doen, hè. Ja, fucking Ronnie Tober. Ja. We love you, Ronnie Tober. Ronnie Tober. Maar ja, het is natuurlijk geen René Vroeger. Nee. Die hebben wat anders te doen. Of een Gordon. Gordon, we love you. Gerard Joling. Kom in de podcast. Ja, absoluut. Nee, maar weet je... maar daar maken ze toch wel tijd voor. Ja, maar dat vind ik dan wel echt leuk aan dit programma. Je hebt natuurlijk die humor en die leuke stukjes van de dingen die mensen zeggen. Maar er zit wel nog inhoud in het programma, zeg maar. Ja? Het gaat niet diep. Nou, het gaat niet diep, maar je wordt wel meegenomen in hun traject. En ergens gun je het hun uiteindelijk ook nog ergens allemaal een beetje. Van, oh ja, ik wil wel dat jij dat bereikt ergens. Ja, toch?
Ja, ergens wel inderdaad. Dat je, ja, ja, je vindt het gewoon leuk om te volgen zolang het duurt, denk ik ook. Weet je wel, wil je daarna nog zijn jaren zien? Wil je daarna nog tot eeuwig dat ze een grote zangcarrière hebben? Nou, dat weet ik niet, maar ik vind het in het programma gewoon wel leuk om te volgen. Nou, wat ik nu leuk vind, is dat nu Ron en Saïd ook een wat meer prominentere rol in het... ik verslik me nice. dat Ron en Saïd een wat prominentere rol hebben gekregen. Wat ik altijd leuk vind, is dat die Saïd die lult altijd zoveel. En dat dan, Ron tegen hem gilt, shut up! Shut up, Saïd! En dat Saïd dan echt 2 seconden later gewoon weer vol opnieuw doorgaat. Natuurlijk. En dat hij dan de hele tijd die Ron in de hemel aan het prijzen is. Weet je wel? Ja, die de hele tijd zegt van ja, dat is de beste cameraman die er bestaat. En je ziet de hele tijd dat die Ron het toch best lekker vindt. Ja, die veren hier heen. Ja. Oh. Maar ik vraag me ook altijd af wat Saïd zijn rol eigenlijk is. Wat is zijn werk? Naast camera, want hij is cameraassistent, maar ik zie hem nooit echt assisteren. Ik zie hem er vooral altijd bij staan en rond de hemel in prijzen. Nou ja, ik denk dat Ron daar gewoon op zat te wachten. Dat gewoon. Maar... Die wil de hemel ingeprezen worden. Dat is het werk. Hij heeft iemand nodig die veren in zijn reet trokt. Ja, maar dan. Ja, het is toch ergens heel aandoenlijk of zo. Die ja, twee. Ja, ja. Ja, vind jij dat niet dan? Ja, nou, dat is sowieso met dat soort televisie. Wat vind jij de leukste dingen die Ron en Saïd tegen elkaar hebben gezegd? Want is er een stuk die jij over Ron en Saïd die jou bijstaat? Nee, eigenlijk niet. Oh, wat ben jij? Nee. Hoe kan dat nou? Ik vind René leuker. Hoezo? Nee, vind jij Ron en Saïd niet leuker? Nee, eigenlijk niet. Waarom niet? Vond je ze niet in het laatste seizoen? Vond je het niet leuk dat hun juist een wat prominentere rol hebben? Zoals in dat zwembad met Saïd. Ja, nee, je moet ook een beetje het programma afwisseling geven, maar ik vraag me wel af hoe lang dat blijft bestaan als je het zonder René gaat doen. Nou ja, ik vond het laatste seizoen wel erg leuk. Of moet je ook misschien nieuwe kandidaten een keer gaan maar doen. Wat vond jij van het laatste seizoen dan? Vond je dat niet leuker dan de seizoenen daarvoor? Nee, ik vond het eerste seizoen het best. En waarom vond je het eerste seizoen het best? Omdat daar gewoon de leukste quotes in zaten, naar mijn gevoel. Ja? Maar dat laatste seizoen, het concept vond je niet zo? Nou, het concept is gewoon hetzelfde. Nou ja, het alleen concept, Ron en Saïd in plaats van René. Ze gingen naar Spanje. Ja. Ze gingen naar Spanje om op te treden, om daar op te gaan treden en een clip op te nemen. Ja, dat is toch leuk? Ja, maar je zegt net dat je het eerste seizoen leuk vond. Omdat dat echt Nederland is. Gewoon je dingen doen in Nederland. Je succes. Het is ook nog meer van, kijk, je begint eerst met dat programma en dan ga je die mensen leren kennen, weet je. Op een gegeven moment ken je ze en dan ga je ineens naar Spanje en weet ik het allemaal wel niet doen. Jij hebt het derde seizoen niet gezien, hè? Ik heb het derde seizoen zeker niet gezien. Dan ben jij vreselijk. Dan gaan we het hier over een programma zitten hebben en dan ga je gewoon heel slap lopen ouwe hoeren over iets wat je niet eens gekeken hebt. Ik zeg ook de hele tijd, ik heb het niet gezien. Ik zeg van nou, dat film ik niks en dan blijft hij er nog doorgevragen ook. Oh, wat vreselijk. Ik zei nog, ik heb snap niet het beste dat je dat derde seizoen niet gezien hebt. Verdomme. Maar jij doet ook alsof het echt het beste programma in jaar is. Nou, dat is het omdat ook. Omdat je geen smaak hebt voor televisieprogramma's. Oh ja, wat vind jij het beste programma nu dan? Nou, niet ik geloof in mij. Oh ja, wat dan? Gewoon inhoudelijke tv-programma's kijk ik ook wel. Ik kijk nu bijvoorbeeld naar Dream School. Dat gaat over jongeren met problemen, weet je wel. Dat vind je leuk. Ik wil wel een beetje inhoud. Ik vind dit soort dingen is gewoon leuk voor af en toe, weet je wel. Oh, ja. Voor dat je tussendoor kijkt. Maar Martien Meiland kijk je wel gewoon bitch. Ja, je moet het afwisselen. Nou, dat is ook, vind ik ook veel leuker, ja. Maar dat vind jij niet leuk. Nee, dat is ook verschrikkelijk. Nee, dat zei je ook. Dan gingen we die podcast opnemen, maar je had het ook niet gekeken. Ik had het wel gekeken. Je had het in de auto te kijken. Ja, ik kan ook helemaal niet. Maar goed, ik geloof in mij, dat laatste seizoen, die vond ik wel erg leuk. Vooral dat stukje met Saïd. Waarom? Die in dat zwembad één woordje hoefde te zeggen en dat het echt 20 keer opnieuw moest. Maar jij zou het wel aanbevelen? Ja, natuurlijk zou ik het aanbevelen, anders had ik het toch niet zo enthousiast. Nee, maar aan alle kijkers nu. Ja, zeker. Ik zou zeggen, kijk, ik geloof in mij.
Ja, maar ik vind het dan weer stom dat jij het laatste seizoen weer niet gezien hebt. Oh ja, ja, oh ja. Ga jij lekker gewoon Martien Meiland weer kijken. Dus ik ga nooit meer Martien Meiland dan, kijken. We hebben er al een aflevering over. Dat zegt weer genoeg, vind ik. Ik denk dat ik er ook wel klaar mee ben eigenlijk. Ja, ben je er klaar mee? Ja, ja, ik denk dat de kijkers en de luisteraars maar weer in de volgende podcast moeten gaan luisteren. Als die er al is. En ze moeten en ook anders, even, als ze kijken op YouTube, moeten ze even drukken op abonneren, op het belletje en even een reactie achterlaten waar dat, we de volgende. Dat zouden we wel heel leuk vinden in elk geval. Even laten weten waar we naar de volgende keer naar moeten kijken. En of je vindt dat Joy zich ook beter had moeten verdienen. Ja, of als je vindt dat Belvin ook gewoon Chateau Meiland moet kijken voor wat erover hadden. Ik heb er naar gekeken. Nee, je hebt het alleen maar afgezeken. Ach, houd toch je bek. Ja, omdat het een verschrikkelijk programma is. Nee joh, die Melvin die zegt, ja, volgende week gaan we dit opnemen. Kijk je even een heel seizoen van dit? Ja, die is gek. Ik snap niet dat je het niet gekeken hebt. Even bingen. Time to blow. Oh ja, want het is zo'n straf. Om naar Ik geloof in mij te kijken. Nee, eigenlijk wel, ja. Oh ja? Vind je het niet leuk? Vind je het geen leuk programma? Nee, ik vind jou geen leuk programma. Waarom vind je het niet leuk dan? Ik heb helemaal niet gezegd dat ik het geen leuk programma vind. Ik ga niet alleen naar elk Kijk jij naar elk leuk televisieprogramma? Of heb je ook nog wat anders te doen in je leven? Melvin niet. Je kan het toch terugkijken? Ja. Ja, dan ga ik het een keer terugkijken. Jij zit altijd vet stoer te praten. Ik kijk geen lineaire televisie. Nee. Ik kijk alleen maar Videoland. Nee, precies. Maar ik heb meneer, ook nog ik een kijk baan. Videoland. Ik heb ook nog een baan. Ja, meneer. Die heb ik ook, meneer. Oh ja, ik werk het. Ja. Maar voor mij is dit de gaan we elkaar afkraken podcast of is dit gaan maar kijken podcast? Ja, jij hebt niet gekeken. Ja, ik heb wel gekeken. Fragmenten, daar hadden we het over gehad. Ja, het gaat helemaal niet goed, jongeman. Het gaat niet goed. Nee, deze podcast gaat niet goed. Ik wil jullie weer bedanken. Bedankt voor het luisteren. Want ja, het gaat gewoon niet goed, dus we kunnen beter afsluiten. Laat maar weten waar we de volgende keer naar moeten kijken. Dan zorg ik ervoor dat Joy wel heeft gekeken. Nou, ik ga helemaal niks kijken. Dan ga lekker dood. Echt. Vreselijk ben jij. Als je nog meer van dit soort gezeik tussen ons wil zien, of ga dan horen. Kijken naar Ga Maar Rijden. Ja, ja. Op YouTube. Melvin maakt er weer zo'n afzeikpodcast van, dat is gewoon jammer. Nee. We hebben helemaal niks afgezekerd tot de laatste 2 minuten. Nou ja, precies ja. Nou, bedankt jullie voor het luisteren. Laat vooral even in de recensies weten wat je van deze podcast vindt. Als dat kan in de podcast. Ja, laat het oordeel vooral niet afhangen van wat je van Melvin vindt. Dan gaat ons cijfer omlaag. En, we horen jullie graag de volgende keer. Tot horens. Tot horens. Dag. Zeg je dat tegen mensen? Tot horens. Ik zeg dat. Doei.